voor Jess wil ik dit vastleggen. En nu moet ik weer huilen, dus... I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn terug met zeer vervelend en beangstigend nieuws. Dat kun je wel zeggen, ja. Zoals jullie weten ben ik een paar maanden geleden geopereerd aan een voorstadium van baarmoederhalskanker. En daarvoor heb ik een lissectie voor haar uit laten voeren. Dus hopelijk is dat allemaal oké. Maar sinds een paar weken heb ik een grote schijf gevonden onder mijn of in mijn borst, bovenin. En daarnaast zat ook een knobbel. En eerst zit je nog te twijfelen van, goh, hè, voelen jullie dat ook? Is het niet gek? Linkerborst voel ik het niet. Nou, stel ik toch een weekje uit, maar ik had er toch geen goed gevoel over. Dus ik heb een afspraak gemaakt bij de huisarts. En de huisarts heeft het gevoeld, voelde het ook. Heeft me helemaal onderzocht. En zijn verwachting was dat het een kieste is. En, maar me wel doorgestuurd uiteraard. Dus ik heb de afspraak in het ziekenhuis gehad. En begonnen met een echografie, omdat ik zo jong ben. Ik ben de 22e van juni word ik 31. En daarin kon ik natuurlijk stiekem meekijken en zag ik een paar zwarte vlekken. En die waren ze ook aan het opmeten. En nou, daarna zou ik doorgaan naar een mammografie. Daar hebben ze me beide borsten onderzocht en beide bekeken. En ik zou daarna terug moeten komen voor een biopt. Dus ze zouden gelijk een punctie nemen. Ik weet niet of je het ziet, maar... Dat hebben ze dus gedaan. Ze hebben meerdere hapjes genomen. Ik zou gebeld worden voor een afspraak. Dat zou anderhalve dag later zijn ongeveer. Ja, dus ik werd gebeld inderdaad. Ik ben naar maandag geweest en woensdagmiddag, dus in dit geval morgen, kan ik terecht. Dus ik had verwacht, ik krijg dan de uitslag. En ik werd gisteravond, dus nadat de punctie is geweest, werd ik 's avonds om 7 uur gebeld door de huisarts met de vraag of ik al een uitslag had. Wat niet het geval was. Dus hij is degene geweest die mij het slecht nieuwsgesprek heeft moeten brengen. Namelijk dat het niet goed is. En dat ik borstkanker heb. Ja. En dat nieuws slaat natuurlijk in als een bom. Mijn hele wereld staat op zijn kop. Je linkt er van alles aan. Ik ben echt volledig in paniekmodus geschoten. Ik voel me ineens hartstikke ziek. Gewoon wat je hoofd met je doet. Ik ben misselijk, ik kan niet eten. Ik voel ineens overal pijntjes. Ik ben raar in mijn hoofd. Ik zie flikkertjes wat ik al vaker had. En ja, op dit moment... De hele grond zakt gewoon onder je weg. Ja, op dit moment zijn er een paar dagen en degene die er nog gaan komen eigenlijk een hel, kan ik wel zeggen. Zelfs zodanig dat ik 's nachts gewoon... Ik werd op een gegeven moment deels wakker en ik werd helemaal gek. En heel mijn lichaam die schoot in een soort van paniekmodus en heel mijn lichaam begon te shaken, de spieren. Ik had niks meer onder controle. Ja, vannacht was heftig. Ik wist gewoon niet wat ik met mezelf aan moest. En ik heb Sergio wakker gemaakt in de hoop van, ja, hè, misschien kunnen we samen hier. Ik had gewoon echt mijn lichaam niet onder controle. Ik dacht echt, misschien moeten we de ambulance bellen. En die moet me maar plat spuiten of zo. Ik wil hier gewoon niet zijn. Ik wil hier niet zijn.
Uiteindelijk heb ik mezelf toch onder controle gekregen door uit bed te gaan, te lopen. Ik heb me helemaal ingepakt met dekens en kleding. En Sergio die heeft me 3 melatonine gegeven. Waardoor ik in ieder geval mijn lichaam weer onder controle had. En wel kon liggen. Ik heb niet geslapen. Althans, voor mijn gevoel heb ik niet geslapen. Nee, je bent even een paar uurtjes hier en daar, maar ik heb je echt de hele nacht voelen trillen en rillen. En gekke ademhaling ook. Ik had ook gewoon dat als ik dan een soort van in een ruststand was, had ik het gevoel alsof ik stopte met ademen. Dat ik ineens moest doen. En gewoon wat je hoofd ermee doet, dat is echt gewoon niet normaal. En Het is ook allemaal niet gek natuurlijk. Je hebt gewoon het idee, je hoort, ik heb kanker, dus je denkt, ik ga dood. Dat is gewoon wat er in je gedachten schiet. Ja, en ik kan natuurlijk alles zeggen, en dat doe ik ook. Ik probeer er gerust te stellen. Ik heb al 2 keer gezegd, het is niks. En nou, 2 keer is het wel iets. Dus je denkt, zeg maar niks meer. Ja, en de kans dat je op jonge leeftijd borstkanker krijgt is dus klein. En daar zit ik tussen. En dan heb je het gevoel van waarom zou ik er dan ook niet tussen zitten, tussen degene die het niet overleeft. Hè, de kans van borstkanker, ze hebben heel veel methodes tegenwoordig. Omdat het zoveel voorkomt, is er veel onderzoek naar. Ze hebben 80% overlevingskans. Maar je weet het niet. Is het alleen, het is echt een grote schijf wat er zit. Die zeker wel een paar centimeter groot is. En een knobbel ernaast. En de vraag is, gaan ze nog uitzaaiingen vinden of niet? Want als de uitzaaiingen gevonden worden, dan wordt het natuurlijk een heel stuk complexer. En ik heb helaas ook al een stukje gelezen dat als er uitzaaiingen zijn, dat dan eigenlijk genezing niet mogelijk is. Ja, of dat waar is, weet ik niet. Maar dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat ze echt aan het uitstellen zijn. En tegenwoordig is dat misschien wel met tientallen jaren. Maar toch, het idee dat je al die tijd met onzekerheid loopt. Dat je met elk dingetje die je voelt, dat je denkt, oh jee. Laten we dat morgen maar even afwachten. Wat er nu gebeurt eigenlijk is mijn grootste angst die uitkomt. Ik heb ook al gezegd dat mijn hele leven heb ik al een enorme angst voor de dood. Gewoon echt paniekaanvallen uit het niks. Dat heel mijn beeld zwart wordt. Dat ik geen lucht krijg. Het gevoel van dat je dadelijk gewoon niet meer bestaat. Dat vind ik gewoon echt verschrikkelijk. Kom er niet bij. En het is iets wat je niet kan ontlopen. Want vroeg of laat ga je er toch aan. En maar nu nog niet. En dat dit me nu gebeurt. Het is echt je denkt gewoon, dit gaat gebeuren. En ik heb een kleine van 2. Ik heb een vent, ik heb ouders, ik heb zussen. Ik heb net een nieuw huis gekocht. Godverdomme, dit gaat me niet gebeuren gewoon. Dus ik heb de huisarts gebeld vandaag. Omdat ik gewoon zo niet lekker in mijn vel zat. Dat ik echt dacht, ik heb iets nodig. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Dus die begreep dat en die heeft me diazepam voorgeschreven. Op een of andere manier heb ik nog niet heel erg het idee dat het werkt, maar misschien Ik weet ook niet of je het moet opbouwen ofzo, of dat het meteen werkt eigenlijk. Ja, ik ook niet. Maar je bent begonnen met 2 halfjes en je hebt net een hele op. Ja. Ik mag er 3 op een dag, dus ik wil eigenlijk voordat we gaan slapen neem ik er nog 1. Ja. We hebben nu besloten om een wandeling te gaan maken. En ik probeer echt, zoals iedereen al zegt, je probeert positief te blijven. Maar je gedachten gaan gewoon gelijk naar negatief. En dat wil je niet. Dus we zijn nu aan het lopen in het Zuiderpark. En een beetje tempo erin. En ik probeer mezelf echt op te peppen. Om gewoon een soort van chaka gevoel bij mezelf op te kweken. En dat we zo ook dat gesprek ingaan. En ik ben er wel van overtuigd dat hoe je hoofd staat, dat het echt heel veel invloed heeft op wat er kan gebeuren met je lichaam. Maar het is zo moeilijk.
Je wil positief zijn, je wil die tijger zijn, die leeuw die ervoor gaat. En alles in je lichaam verstijft gewoon, bij mij in ieder geval. Dat valt me dan ook gewoon heel erg tegen. Je wil gewoon die persoon zijn die zo is. Ik heb in ieder geval heel veel lieve familie en vrienden die er voor me zijn. En ik heb al 2 hele mooie bossenbloemen gekregen. En mijn werk die zegt, joh, het is even tijd om aan jezelf te denken. Ik krijg even bezoek. Het is tijd om aan jezelf te denken en niet aan het werk. Dus dat is ook een fijn gevoel. Dus we gaan nu verder. Ik ga proberen die chakra gevoel vast te houden. Morgen weer te lopen. Ik hoop dat ik goed slaap. We gaan dadelijk een grappig film kijken. We gaan even iets kijken waar we hopelijk een beetje om kunnen lachen. Positiviteit. Ja, we zijn vandaag ook even naar de IKEA geweest. Maar even gedachten verzetten. Maar ja, dat was toch ook een beetje slenteren. Hè? En je bent wel even met iets anders bezig, maar toch, in ieder geval voor mij, ja, blijf je toch een beetje in zo'n down. Ik loop er ook de hele tijd gewoon bij in met het proberen te peilen van hoe jouw stemming gaat. En natuurlijk maximaal proberen te ondersteunen. En ook weer niet te veel. En ook niet constant erover hebben, maar ook niet te weinig. En ik denk ook wel de reden dat we dit nu zo droog kunnen vertellen is omdat we al natuurlijk 2 dagen mega aan het huilen zijn geweest. En ontzettend veel steun hebben gehad, ook van je moeder, super lief. En mijn moeder komt morgen en dan komt mijn vader overmorgen. Ja. Ik heb een week vrij gekregen nu van mijn werk, jij 2 weken. Dus we krijgen wel alle ruimte in ieder geval om dit even, nou ja, ik zeg we. Nou ja, jij hebt ook wel wat te verwerken. Ja, maar het is gewoon, ik wil gewoon maximaal voor jou er zijn. Ik wil gewoon maximaal ondersteunen. En nou ja, de kans is in ieder geval groot dat ze, omdat ik ook jong ben, dat ze er wel alles aan gaan proberen te doen. En dat betekent het hele rattenplan, dat betekent chemo, dat betekent straling, dat betekent borstamputatie. En dat zijn allemaal dingen waar ik me op moet voorbereiden. Maar heel eerlijk gezegd is dat alles dat ik denk, ik hoop als ik chemo krijg dat ik daar niet ziek van ben, want dan voel je je zo beroerd en dat is gewoon heel kut. Maar mijn borst eraf denk ik, ja weet je, haal hem er maar af. Als dat de ziekte, als ik daarmee zekerheid heb dat ik leef, dan maken we later wel weer een nieuwe. En dat kan nu tegenwoordig. En mijn haar dat groeit wel weer aan. Ik wil gewoon alles doen om dit te overleven. En dat ik gewoon alles mee kan maken en dat ik oud kan worden. En dat ik kan zien hoe Jesse Silver daar later uit komt te zien. En wat voor mannetje het wordt. En ja. We gaan samen genieten van het huis. We gaan samen genieten van Jesse. We gaan samen oud worden. Ja. Ja, het zou een traject zijn van zeker een half jaar tot een jaar waar ik ermee bezig ben. En godzijdank is nu de corona een beetje aan het afzakken, waardoor ja, hopelijk de huisarts zei in ieder geval dat het streven meestal is dat je binnen de 4 tot 6 weken geopereerd bent. Dat geen vertragingen op gaat leveren in het hele behandelplan. Ja, en tot nu toe gaat alles eigenlijk vrij rap, ook al duren 1-2 dagen, voelen als een eeuw. Maar ja, we houden jullie op de hoogte en we hadden dit bericht liever niet gegeven. Maar ja, we willen jullie toch meenemen en ik wil het ook, ja, toch ook voor later. En mocht het wel verkeerd gaan voor Jess, wil ik dit vastleggen. En nu moet ik weer huilen, dus laten we maar gaan lopen. I know that.